Dus we hebben nu een Destiny Sentinel bij ons. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte zeep. In de vorige aflevering, zoals ik al zei, net voor de intro, voor die la 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 la. Hebben we dus Destiny Sentinel erbij gekregen. We hebben nog niet gezien hoe goed dat hij is in battle, maar dat zullen we zeker gaan zien. En moeten we terug naar de live tree waar misschien zit Koetje daar op ons te wachten. Een of andere koe, weet ik veel. Dus mochten jullie gegrinnik of gelach op de achtergrond horen, ik heb vandaag iemand achter de schermen zitten, namelijk Sergeant Tortelli. Dus laat even horen. Yay! Iets harder. Yay! Ik weet niet of het te horen is, maar goed. Hij zit erachter, dus hoor je gegrinnik, dan snap ik het zelf ook niet, want zo grappig zijn mijn video's nou ook weer niet. Of toch wel, ik weet het niet, ligt aan jullie. Goed, random encounter, ik laat deze eventjes zien in verband met Destiny die nou in ons team zit. Dan kunnen we een beetje zien hoe dat zijn aanvalspatroon is. Dus ja, deze vijand is niet zo sterk, maar maakt niet uit. Goed, dus ja, Destiny heeft dus zeg maar flare, dan kan die chakra doen, dat healt zeg maar HP en MP. Hij kan dingen gooien zoals een Rising Sun, dat zijn dus zeg maar speciale throw abilities. Hij kan ook wapens gooien, maar dat is heel erg dat is een beetje zinloos van je item die je dan gooit. Want ja, dat kan nogal een duur grapje worden, dus dat wil je niet. Zoals je ziet, hij deed nou niet zoveel schade, maar echt de schade die kan gaan oplopen van hier tot mijn kinderen. En ik zet even iets zachter, anders krijg je een echo. En dat willen we natuurlijk niet. Dus, maar goed, hij heeft al sowieso meer dan 1000 HP, dus ja, hij zal niet een makkelijk doelwit worden. En ja, hij moet wat levelen, dat zeker. Dus het liefste zou ik hem ability up of level up geven. Maar hij heeft nog zoveel dingen die hij moet leren. Ik geloof dat ik gisteren heb gekeken naar zijn equipment. Ik ga het toch nog wel even voor de zekerheid doen. Misschien dat we hem iets kunnen geven waardoor dat ja, HP up, die moeten we gewoon hebben. Even kijken. Ja, Stonekiller, die boeit niet echt zoveel. Ja, tenzij... Ja, je kan hier ook chakra mee leren. Chakra! Ik zit even te kijken of we hem even snel iets kunnen leren van Ability Up. Maar zo te zien niet, dus laten we maar gewoon leren wat hij nou aan het leren is. En dan zijn we daar ook weer blij mee. Dus vanaf nu random encounters. Op het moment dat we het beest al gezien hebben, dan knippen we hem gewoon weer verder. Dus moeten we weer door dit pad heen. Echt, dit pad dat zie je gewoon veel te vaak. Want het is echt zo'n op- en neer stukje tussen Madame Sari en de Deku Tree. Dus ja... Dit stukje zie je nogal vaak. Daar word je niet vrolijk van. En ik vind het ook vervelend dat we dus zeg maar niet verder met de Chocobo sidequest kunnen doen. Want dan kunnen we heel veel sterke items krijgen. Zeker nu dat we dus zeg maar Destiny in ons team hebben. Maar goed, terug naar de live tree. Zet in één keer even stil. Hoorden jullie daar? Spannend hoor. Maar goed, dan gaan we dus zeg maar weer hier terug naartoe. En het voordeel is, we hoeven dus zeg maar niet weer heel dat gedoe. Want ja, de mist is weg. Dat hebben we gezien. Het is dat we er van AP krijgen, anders zou ik er gewoon hexagrijnig van worden. Maar goed, we zijn weer terug bij de live tree. En als ik me niet vergis, beginnen we nou gelijk weer met de cutscene. Leuk! Want we zitten op Koetje uit te wachten. Die gast die blijft laat. Er is nog steeds een klein beetje mist, maar er komt niks meer uit de boom. Dus, maar ja, dat zal wel betekenen dat Koetje hier nog niet is. Of wel? Wat is er gebeurd met de mist? We hebben de beesten weer in verslagen! Dus ja, het miscontinent heeft geen mist meer. Geen mist meer? Ze zullen wel verschrikkelijke sterke krachten hebben om dat voor elkaar te krijgen. Ik wist niet tot Destiny in één keer Batman werd, maar goed. Zeepie, daar is een zilveren draak. Oh, goed gezien. Oh, dat is hij. Het is hem. Het is hij. Hij vloog over de ruïnes van Bemusia over een zilveren draak. Geweldig. Dat is Koetje en hij bespeurt die draak op een of andere vage manier. Hij kan dat. Hij is knap, hij is sterk, hij is heel erg saai met zijn kledinglijn. Oh, wat heb ik verwacht. Ik heb lang gewacht op deze dag. Oh, echt waar? De dag dat ik eindelijk weg kan en mijn eigen kan laten zien. Het masker van Mr. Nice Guy is weg. Nou, zal het niet meer uitmaken of de Life Tree mist uitspuugt of niet. Het betekent niks naar mij. De boom is zo mooi. Zijn schoonheid. Oh, ik hou er zo van. De moederboom van het leven over de sterren. Zilveren draak. Laten we gaan kijken naar de drama die nou gaat gebeuren. Op de bodem van Life Tree. Niemand zal ons storen daar. Wat is er van plan? Ik bedoel, we zouden hem nou gesaboteerd toch hebben? Willen wij onze party members changen? Willen wij Shawnee in plaats van...
Destiny. Nou, aangezien dat ik al had gezegd dat het nooit handig is om dus zeg maar twee white mages bij je te hebben, zal ik zeggen, laten we het gewoon zo houden. We hoeven ook geen equipment te veranderen of iets, dus we willen richting de live tree lopen, hetzelfde pad als die we eerder hebben gelopen. En we krijgen, als ik me niet vergis, toch weer dezelfde encounters, zoals de stroper. Misschien dat we een paar zombies tegenkomen, dat weet ik niet. Maar het zijn nog steeds dezelfde encounters. Oké, blijkbaar kunnen we hier zelfs ook nog eens een keer een zombie dragon tegenkomen. Dat wist ik dus ook niet, maar goed. Zelfs die kun je dus tegenkomen. En hier hebben we niet in onze party zitten, dus die kunnen we er ook niet bij gooien. Die is waarschijnlijk nog steeds vissen aan het vangen in Madame Sari. Dus ja, je moet het doen met de 5 party members die je hebt. Maar ja, mocht je nou ja, liever Shawnee hebben als Zelda, dan is dat natuurlijk ook een mogelijkheid. Dus, maar goed. We zullen de bodem... We moeten hier niet verder gaan. Lijkt me niet handig. Iets in die trend. Waar is mijn koffie? Wauw, wat ziet het er mooi uit. Eigenlijk de trunk, dat is mijn boomstam. Maar goed, ik kon er niet op komen. Mijn excuses. Koetje is naar die boomstronk gegaan. Wat leuk. Zeg, Zeepie, hoe gaan we naar boven komen? Ik gooi je er naar boven. Ik bedoel, kunnen we niet klimmen of zo? Je hebt toch wel klimles gehad? Ik bedoel, serieus. Je woont al 6 jaar in de ruïnes. Van klein baby af aan, dan kun je toch wel klimmen? Nee, ik niet hoor. Nou, dan smijt ik je er gewoon naartoe. Zeepie, ik kan ook niet echt klimmen. Touwelig verdorie, ik had het op zijn minst wel verwacht. Ik kan het ook. Oh. Ik ben omringd door klimloze teammembers. Maar we zijn al eens weggekomen, dus wat nu? Wat is het probleem? Ik ga gewoon alleen. Nee. Ik bedoel, we moeten met z'n allen. Oh, hoe heeft dit watje mij ooit kunnen verslaan? Hey, Hey, Destiny, kijk even aan je loopband. Je hebt me al bijna naar beneden gesmeten. Hij die twijfelt is verloren. Je moet dat onthouden. Nou, ik probeer gewoon mijn weg of geen weg. Ja, het zal wel. Alsof dat je een plan hebt. Oh, echt waar? Slim broekie. Je bent vergeten dat je hebt verloren naar Zeepie. Hou je kop, snor. Wow, iemand heeft een slecht humeur. Een plan, Nou ja, je hebt wel gelijk, Destiny. Je staat mee in het krijt, dus geef me eens een plan. Verdorie. Nou, er is een gargant gras hier, dus misschien kan een gargant hier in de buurt zijn. Als jij er eentje kan vangen, dan kunnen we allemaal eromheen en dan kunnen we rijden naar de top. Waarom zou ik dat allemaal kunnen doen wanneer ik deze kinderen eigenlijk zelf kan dragen? Huh? Hoe heb ik deze dombo mij laten verslaan? Hey, wow! Nou, hij heeft zeker de spirit. Nou, oké, Zelda. Ik draag jou wel. Ja. Hé, hey, wacht even. Ze Oelala. Ondertussen, bij de boomstronk. De zwakkelingen hebben hun vrijheid verloren aan de sterkerikken. Mijn woordkeuze is heel erg slecht, maar dat boeit me geen ene flikker. Ja. Maar goed, er is altijd een weg naar de sterke. En als natuur, alleen de sterke zullen overleven. Dat is waarom dat ik kracht nodig heb. Ik heb geleerd van de krachten die ik heb. Ook al heeft hij ze ook, 10 jaar geleden. Ah, het is zo lang geleden. Nou, zijn mijn legers klaar om aan te vallen. Ah, ik kan niet langer wachten. Waar heeft hij het ook allemaal over? Ik serieus. Dus ze zijn ook zo ver gekomen. Perfect. Ik zal ze even opwarmen, totdat de olifantenvrouw opdaagt. Yeah. Nog steeds die olifantenvrouw? Oh ja, die hebben we ook nog steeds. Maar die zit in Alexandria. Ik weet niet of dat deze kant op zal komen of zo. Ach ja, wat maakt het uit? Nou, in ieder geval dankjewel, Destiny. Nou staan we gelijk. Laat me zien wat jullie kunnen. Daar is Koetje. Wauw, dankjewel, Captain Obvious. Dus weer wordt ons gevraagd of we onze party willen veranderen, of we naar het menu willen, of dat we hiervoor klaar zijn. Ik vind dat we hiervoor klaar zijn, dus hoppakee, zaadje van het veld, opschieten, gewoon doorgaan. Kucha, jij maker van Black Mages. Dan moet je eigenlijk toch papa zeggen, omdat je... Sorry. Een vijand van Zeepie is een vijand van mij. Je bent pas 6, hou je mond. Maar ja, laten we gaan. Ik begin echt te twijfelen. Ik bedoel, serieus. Shawnee, er is een reden waarom ik jou nou niet in de party heb gezet. Ik bedoel, het is Koetje die we meteen tegen moeten gaan vechten. Jij bent Koetje of niet soms? Oh, Zelda. Mijn naam is... Ja, daar zit hij op te wachten.
Prinses Garnet van Alexandria, ik wil je iets vragen. Echt waar? Was het echt jij die mijn moeder een oorlog heeft laten starten? De oorlog die de hele Mistcontinent in chaos heeft gebracht. En jij bent iedereen, de Black Mages, die instrumenten van oorlog, die heb jij gemaakt of niet? Oh, kijk nou toch eens. De prinses heeft zo'n bloeddorstige pop meegenomen. Ik heb niet de kracht om zoiets te doen. Ik heb ze alleen een recept gegeven. Ah, een beetje mist hier en een beetje zieltjes daar. En koken maar. Dan een beetje Black Mages daar in de mixing. En een beetje warmte erbij. En voilà, genoeg! Hey, ik ben nog niet klaar om te vertellen hoe zieloze speelgoed ervan uitkomen. Je weet wel van het ziel dat we gebruiken. Hij vindt echt een spelletje, serieus. Je bedoelt dat zielenverhaal. Bedoel je daarmee de mist? Oh, eerst wil je niet luisteren en nou begin je vragen te stellen. Oh, broertje zorg. Oh, jullie zijn zeker hier nog niet klaar voor. Oh, ja, echt. Voel jij niks? Ben je gevoelloos of zo? Zoveel levens te nemen van weet ik van wat. Oh, alsjeblieft, bespaar me dat gezeur. Levens gaan en komen al de tijd. Ik snap niet wat het probleem is. Trouwens, over dat gesproken. Die moeder van jou, prinses. Ze zei dat ze zich niet levend voelde. Totdat ze alles zou hebben. En het breekt mijn hart om zoveel hebzucht te zien. De oorlog was mijn schuld? Nee. Je moeder wou het. En alles wat ik heb gegeven is een klein duwtje in de goede richting. Jij leugenaar! Mijn moeder was heel erg lief en schattig. Je hebt haar veranderd. Wacht even, blauwe olifant schiet. Lief. Nee. Gewoon nee, Zelda. Gewoon nee. Oh, dus het gordijn gaat omhoog. Oké, perfect, mijn kleine kanarie. Laat ik jou de waarheid laten zien over jouw moeder. Het eerste, het einde van een lelijk ding. Het is tijd voor de show. Of iets in die trend, weet ik veel. Mijn tekst is nogal wazig. Boeit mij wat, ik heb kracht. Oh god, ze heeft een oorlogvloot meegenomen. Ik vind het wel grappig dat ze het precies op cue er is. Here she comes to ruin your day! Kutja! Dus je bent eindelijk om je vrouwelijke gezicht te laten zien. Je bent alles wat er tussen mij en totale dominantie staat. Ik wil alles hebben, maar ik ben niet vergeten wat je voor me hebt gedaan. Dus, om in terugkeer, zal ik jou mijn superkrachten laten zien. Oké, attentie. Iedereen opletten. Alle blackmages, alles, al je focus energie allemaal in één krachtige spreuk. Dus wacht eventjes met vuren, totdat het klaar is. Dus focus en daarna vuur wanneer dat je wil. Dit is echt lastig, jongens. Zal het allemaal gelijk het, ja, betalen en alles, maar dat maakt niet uit. Oké, we hebben orders gekregen van Black Mages. Jullie moeten alles eventjes in de magische spel. En we gaan toch dood, daar komt het op neer. De mensen schrik. Oké, dus of Spirit Bomb, dat ze allemaal gaan staan, weet je wel, dat is dom. Geef me energie! Ik kon het niet geloven! Ik ook niet, het is dom. Je moeder is niet alleen blij met één continent. Haar lelijkheid en domheid zijn echt indrukwekkend. Was dat een belediging of een compliment? Alles gebeurt zoals ik het heb gezien. Voorspeld. Waar heb jij het nou weer over? Je ziet gewoon een heel mooi. Je bent de eerste die deze show gaat zien. Hier gaat ie. Wij laten jou hier niet meer wegkomen. De mist kan misschien geen monsters meer creëren. Maar het is nog steeds in grotten en in gebieden van bomen. Je weet wel, in bossen. Ik kan nog niet eens op het woord bossen komen. Dit gaat heel erg goed. Ik kan monsters maken met magie. Kom naar voren. Spawn op de mist. Oh, echt. Hier ben je moe van. Hier ben je echt moe van. Maar goed, we moeten dus de spawn op de mist, ofwel een beest wat er dus uit de mist kan komen, die moeten we dus zeg maar nou verslaan en dat zijn deze gekke beesten. Oké. Laten we gewoon aanvallen. Gewoon aanvallen. Jij doet je summen erbovenop, dan maakt mij het uit. En iedereen slaapt. Jee. Behalve Zelda. Ik haat die aanval.
Nou, op zich hoeven we ons geen zorgen te maken, want slaap gaat van eigenlijk wel weer over. Het enige verschil is ja, dat we dus moeten wachten. En Zelda komt in trance. Zinloze trance van allemaal, maar goed. Geef mij maar de overdrive van Final Fantasy 9, of 10, sorry. Of, hoe heet dat? Limit Break van Final Fantasy 7. Die kun je gebruiken wanneer dat je wil. Maar nee, hier moet je hem acuut gebruiken. En dat vind ik zo'n nadeel. Ik heb het vaak zat gezegd en ik blijf het gewoon zeggen. Want het is een vervelende nadeel. En wow! Oké. Okay. Ik ben tevreden. Iedereen ligt te slapen daar niet van. Maar maakt niet uit. Undead Killer, High Tide, Beast Killer, Stone Killer, Bird Killer. Destiny, het is genoeg. HP plus 10 pro. Het is genoeg. Rustig, Destiny. Oké, dus nou zou ik graag mijn stuff willen veranderen. Maar natuurlijk kan dat niet. Want Kuja die is hem alweer gesmeerd op het moment dat we er hier mee bezig waren. Dus. Jullie twee vijanden zijn het gewoon lekker aan het vechten. Ha, laat ze lekker. En kijken. En dan maken wij de winnaar wel af. Iets in die trend. Ik bedoel, ik zet mijn geld op Kuja. Je weet dat je over de moeder van... Nou ja, mijn moeder. De derde moeder. Ik weet het niet meer. Domme brein. Oh, je geweldige kanonnen zijn zo zinloos tegen de spawn van de mist. Maar ja, zelfs een sukkel zoals jij zal moeten weten dat er maar één weg is die je kan nemen of niet soms. Stomme olifantenvrouw, waarom twijfel je zo? Oké, ik zal de eerste aanval doen. Ik geef jou een vrij schot. Echt serieus, je kan niet missen. Geef me alles wat je hebt. Zilveren draak, Gamla. Volgens mij heeft u er nog plezier in ook. Destiny heeft wel gelijk. Laten we splitten en voordat we in de oorloggevecht komen. Nee, dat kan ik niet. Ik kan niks laten gebeuren naar mijn moeder. Die heeft Clara verslagen, ik serieus. En die wou jou nog vermoorden. Serieus! Zelda! Serieus! Zepi, ik moet haar redden. Serieus! Zelda, ik heb het net al gezegd. Ik geïmproviseerd, maar ik zeg het nu nog een keer. Ze heeft je edeljons afgejat en ze heeft een oorlog gestart. Ze wou je vermoorden. Wat de neus. Ik wil nog steeds niet dat ze doodgaat. Maar het boeide haar geen ene moord dat jij doodging of niet? Serieus, je hoeft het nog niet eens mijn moeder te noemen. Nee, dit is mijn enigste moeder. Het maakt me niet uit of jij het niet snapt. Nou, ik bedoel, ze heeft al twee moeders kwijtgeraakt en de derde kan geen kwaad. Ik bedoel, waarom ook niet? Ben ik nou harteloos of ligt het aan mij? Shawnee, je zei dat er een edeljon hier ergens lag, of niet soms? Ja? Vertel me waar dat hij is, alsjeblieft. Het is een lange weg naar beneden. Zie je die plek daar met heel veel boomstammen? Daar bij de wortels. Oh, daar, ik zie het. Geweldig. Zelda, ga niet alleen! Tuurlijk wel. Dus nou gaan we automatisch tot Zelda niet meer in onze party zitten, tot we dus met Shawnee opgescheept zitten, joepie. Maar dat maakt niet zo blij, want een white healer is een white healer, dus wat maakt het uit? Oké, dus we hoeven er nou maar tegen eentje te vechten, dus op zich valt het wel mee. Dus ja, laten we eventjes onze party eventjes healen. Oh wacht, jij bent eerder aan de beurt. Oké, dan even cure up ons allemaal. En ondertussen, ja, weet je wat, doe jij eens heel eventjes bio. Want bio doet eigenlijk best wel veel schade. Oké, iedereen die heeft zijn aanval geparaat staan. Iedereen is geheeld. En Shawnee is de enige die nog niet meer heet dan 1000 HP. Maar ja, wat verwacht je is 6. Volgens de oude moest ik zeggen 16. Ik weet niet waarom, waarschijnlijk omdat hij Black Mage is en zijn eigen leeftijd. Als we het over leeftijd gaan hebben, de oude die is misschien net... 5 dagen, 5 weken, 5 maanden, wie weet. Wie weet hoe oud dat de touwler is in het spel. Niet vergelijken met de echte YouTubers jongens, want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik bedoel, dat zou ik een staart hebben. Dat is wel handig. Dus dit ziet eruit als een mooie show. Oh, Destiny, die geniet er echt wel van. Iedereen kan een beetje emotioneel worden, dus geef haar even... Laat hem in rust. Ja, wat jij wilt. Zepi, laten we gaan. Zelda is in gevaar als ze alleen gaat. Ja, laten we haar achterna gaan. Ik bedoel, ze is dom. Maar ja, aan de andere kant, ze is wel een hele goede healer. En daar maak ik een hele grote fout, want we willen eigenlijk terug. Maar volgens mij zat er iets in die boomstronk. Dat weet ik niet zeker. Laten we even kijken. Nee? Oh, er zit een Kupo. Er zit een Kupo. Oh, er zit Mochi. Mochi zit daar. Oh, je wil een brief? De mist is weg. Is het een blessing of is het een vloek? Ik weet het niet, van Silskin to Mocho. Ja, het interesseert niet. Ik snap er helemaal niks van. Kunnen we niet blij zijn tot de mist weg is? Ja, kunnen we daar niet gewoon blij om zijn? Wil je nog een brief sturen? Je wil brief? Heb je al gehad? Zeur niet. Goed,
Dus nou willen we teruggaan, we hoeven nergens voor te saven, want saven dat is nogal zinloos op dit punt. En dan moeten we deze boomstronk aflopen, dus het enige wat je hoeft te doen is beneden en links in te drukken. En dan af en toe komt er een keer een monster die je moet verslaan. Yay. Dit zijn verplichte battles, dus deze zou ik er niet uitknippen. Maar ja, het blijft eigenlijk hetzelfde. Gewoon aanvallen, 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 aanvallen. Maar, nou ja, de experience die we krijgen. En volgens mij kon ik nou wapens wisselen met Destiny. Ik ben dom. Maar goed. Laat ik het even voor de grap eventjes laten zien wat Chakra kan doen. Dus ja, je kunt dus zeg maar healen. En als je dus zeg maar Chakra doet. Die geeft dus zeg maar HP en MP. Dus laten we die op de Towler doen. Want de Towler die heeft nogal weinig HP over. Dus dan kan die even bio doen. En dan kun je dus zien dat we nou niet echt meer eaters, ja, afhankelijk zijn van eaters. Om dus zeg maar MP te gaan herstellen. Dus hier wordt Chakra gedaan. Chakra! Nou, gaf weer 29 MP. Het geeft niet zo erg veel MP, maar er is dus zeg maar een ability die we later kunnen leren. Die die aanval sterker maakt. Dus zeker een hele handige aanval. Mocht je in nood zijn van een MP en geen eaters bij de hand hebben. Dus ja, dan ben je daarvan op de hoogte. Nou, je hebt Silence geleerd, Clear-Headed geleerd, Reflect. Rustig, Shawny. Echt, hè, serieus. Je ziet dat Destiny het doet en dan moet jij het ook weer gelijk doen. Oké, okay, even snel naar de equipment kijken. Cat's Claw, die moeten we laten staan. Die moeten we laten staan. Kun je hier iets nieuws van leren? Bug Killer, Ad Status, Antibody, Flea Jail. Nou, Flea Jail die hebben we niet nodig. Begin jij maar eerst met Antibody. Deze daar kunnen we ook iets anders voor doen. Chakra, ben daar ga je al aan het leren. Jelly. Nou, die is maar 15. Doe met Jelly leren. En je bent alert ook nog aan het leren. Oké, okay, nou, dan lopen we weer even verder. Wat een gigantische wortel is dit. Wel mooi hoe dat je de achtergrond langzaam naar boven ziet gaan. Oftewel, tot wij dus richting beneden gaan. Tot het wel voor een beetje klopt. Eentonige weg. Hoe was jullie dag vandaag? Vraag maar. Oh, kijk, we hebben de... We hebben Zelda gevonden. Ik voel dat er een hele Jos Power hier zit. Maar nou kan ik mijn moeder wel redden. Alsjeblieft, help me. Misschien? Wauw. We hebben een Aquamire. Aquamarine. Nee. Jawel, die hebben we wel. Wat nou nee? Wees blij. Ik kan mijn moeder niet redden met deze Hedoyon. Wees nog blijer. Oh. Sorry. Ja, ik kan het niet achterhalen. Ik bedoel serieus. Ze heeft heel Clyra en Bemucia afgemaakt. Maar dat maakt niet uit. Maar goed. Zelda. Sorry, dit is Shawny. Zelda, wat is er mis? Heb je hem niet bevrijd? Jawel, ik heb het. Het is een grote, het is een hele sterke Hedoyon. Maar... Ik kan het niet geloven. Dit is de legendarische zee, slang, beest, Leviathan. Oké, Leviathan. Dat is een Hedoyon en die roept een hele grote vloedgolf op. Maar dat werkt nou natuurlijk niet. Spijt me, Zelda. Nee, het is niet jouw schuld. Maar mijn moeder is nog steeds in gevaar. Nou, en? Ik weet het, ik ben harteloos op dit punt. Maar het interesseert me niks van die blauwe olifantenvrouw. Oké, dus ze is aangevallen door die misspawns. Maar ze hebben het overleefd, blijkbaar. Is de koningin nou nog steeds niet klaar? Ik serieus, we hebben bijna geen ammunitie meer. En we hebben, ja, de volgende wave van vijanden die zal ons helemaal vernietigen. Als we nou niet aanvallen. Ja, dat is niet ons besluit, dus ga terug naar je bos, soldaat! Sorry. Nou, hun zijn nog steeds aan het focussen. Sommige Black Mages die zijn gesneuveld. Jij leeft nog. Uw majesteit, de Black Mages zijn klaar met hun voorbereidingen. dat stomme kreng. Nou maken we hem af! Kom! Dragonic Seedling! Wie? Behemoth, koning der draken! Wie? Oké. Okay. Weer een summon. Leuk. Wauw. Ach, hij vindt het nog leuk ook. Direct hit. Hij vliegt nog weg ook. Valspeler, je zou stil blijven staan. Draak versus draak, dit wordt interessant.
Ach, hij is gewond. En hij lacht erom. Oké, die gast is krankzinnig. Hij is knettergek. Waarschijnlijk in zijn hoofd geraakt. Hersenschudding. Maar dat maakt niet uit. Ik heb verhalen gehoord. Maar ik dacht nooit dat Summoning zo krachtig kon zijn. Als Zeepie achter die kracht aan is, dan kan ik maar beter uitkijken. Jij gaat me toch niet backstabben, hè? Pas erop. Wow, we kunnen winnen. En moeder hoeft niet dood te gaan. Shoni, denk je niet dat we... Wat is er mis? Het is Mok, die is nogal doodsbang. Hoe komt dat? Weet je niet, dat is die laatste Edojonne was Beamoot, de drakenkoning. De Dragon King, je weet wel. Hij zal zeker winnen. Of niet, of wel. Of niet, of wel. Bloed. Ah, geweldig, Beamoot. Kracht, snelheid, je bent echt de beste. Je hebt me zelfs een beetje pijn gedaan. Een beetje maar. En jij, Brain. Oh, je tragische rol in deze drama gaat nu eindigen. Ik weet zeker dat je dit leuk zal vinden. Jouw ziel van een gemene gevangenis. Oh, dit wordt zo leuk. Maar ja, deze stage zal het einde van jou betekenen. Deze final act zal ons weghalen van Gaia. En ik zal mijn vijanden vernietigen met mijn eigen hand. Alles gaat precies zoals ik het heb gepland. Nou, laat me zien dan. Spirit Bomb, Kamehameha. Een oog. Hé, hey, dat is hetzelfde oog van die flashback. Ik vind het leuk ook, echt. Ja. Nou ben je de Sjaak. Wat doe je er tegen? Moet ik hem nou niet even durven? Nee, ja. Dus, blijft dit zo staan? Mooi, want ik ga iets heel gemeens doen. Dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Heb je nog vragen of een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En morgen gaan we verder. Doei! Sorry voor deze cliffhanger.